Een hele goedemiddag allemaal. Welkom bij het webinar van de BOV Business School online. Ja, in deze tijden doen we dat maar online in plaats van bij de pannenkoeken of in een van de andere mooie locaties van onze leden. Bereid je voor op veranderingen. Mooie titel die Nel verzonnen had. En krijg dan bedrijfskundig en financieel perspectief. Dat is waar we het vanmiddag over gaan hebben. Misschien wel leuk om allemaal in de chat te zetten wie er in de tuin zit, wie er op kantoor zit of op zolder of in de kelder. Of waar je op momenten werkt. En dan hebben we daar ook een beeld bij. Bovendien weet ik dan ook zeker dat iedereen de chat weet te vinden. Er hadden maar liefst 5 mensen gereageerd op de enquête die we bij de bevestiging van je inschrijving hadden meegestuurd. En dan zie je dat er, niet verbazingwekkend, in dit geval 80% gaat het wat minder goed. En bij 1 gaat het beter. En de nullen die erbij staan, dus als het heel erg goed zou gaan, als hetzelfde was of als het heel erg slecht ging. Dus gelukkig gaat het nog bij niemand heel erg slecht. Dat is natuurlijk altijd fijn om te weten in deze tijden. Maar met de deuren in huis te vallen, een nieuw bericht van vanmorgen. De Rabobank die waarschuwt voor hun eigen verlies wat eraan zit te komen. Ik geloof dat ze ongeveer wat hier nu aan verlies staat voor dit jaar. Dat ongeveer de winst is van vorig jaar. En dat zal natuurlijk overal zo gaan voor allerlei bedrijven. Dus ik denk, ik pak er even wat nieuwsberichten bij als aftrap. Nou, recordstijging WW-uitkeringen in april. Nou, als je kijkt naar onze aantallen, dan denk ik dat het nog heel overzichtelijk is. Vergeleken met Amerika, waar ongeveer het aantal zo groot is als de inwoners van Nederland. Of meer inmiddels die daar werkeloos zijn. Zie je dat het hier in ieder geval nog wel heel erg goed gaat. Ik kom daar straks nog wel even op terug, want dat zijn toch wel cijfers om bij stil te staan. En ook over na te denken wat dat voor jouw eigen bedrijf betekent. En zeker ook als je kijkt naar hoe zag de arbeidsmarkt uit voor de coronacrisis. Het zijn de cijfers van het CBS. En dan zie je in feite dat er zo'n 100 vacatures waren op 100 werkelozen. En dat is natuurlijk gigantisch. Elke ondernemer kan erover meepraten. Dat het heel erg moeilijk was om goed personeel te vinden. Om het ook te behouden. Dus dat is wel zaak om dit in dat perspectief ook te zien. Nou, we zien dat er ook niet alleen vanuit de Nederlandse overheid natuurlijk maatregelen genomen worden, maar ook vanuit de Europese overheid. Inmiddels al een astronomisch bedrag van 500 miljard euro. Je vraagt je wel eens af, waar komt het allemaal vandaan? Maar ja, daar kunnen we ook allemaal wel duidelijk over zijn. Uiteindelijk betalen we dat met z'n allen door verhoging van de lasten, bezuinigingen in de overheid. En dat geld moet ergens vandaan komen. En dat wordt natuurlijk ook wel geleend, maar dat moet uiteindelijk wel weer terugbetaald worden. Dus dat zijn zo even wat cijfers vooraf. Nou, één die het heel erg goed is de bouwsector. Daar kan ik zelf over meepraten. Ik heb in die zin, ben ik gezegend met een aantal klanten die zich in de bouw begeven. Die hebben mij hard nodig. Maar aan de andere kant, ze draaien gewoon goed door. En kunnen prima hun omzet draaien. En worden ook gewoon nog steeds netjes betaald. Dat is op zich natuurlijk mooi nieuws voor nu. Maar er is natuurlijk altijd weer wat slechte nieuws. En de klappen voor de bouw die zullen we later zien. En dan zul je natuurlijk zien dat er nu allerlei maatregelen zijn voor bedrijven die nu in de problemen zitten ten opzichte van vorig jaar. Soms is dat nog wel eens lastig. Hè? Denk aan de strandtenten. De tenten die hebben zeg maar het eerste kwartaal vrijwel geen omzet. Als je dan je omzetdaling ten opzichte van vorig jaar over het eerste kwartaal moet laten zien. Ja, dan kom je daar niet heel veel verder mee. Want ja, vorig jaar had je al niet zoveel omzet om deze tijd. Dus dat zijn er wel zaken waar we met z'n allen over na moeten denken en tot goede oplossingen moeten komen. Nou, uiteindelijk is de vraag van ja, gaat de bouw daar ook nog verder in? Nou, als we dan kijken van is het nu zo'n speciale situatie of is het veel meer de uitdagingen van altijd? Hè? Waar hebben ondernemers het nou over het algemeen over? Nou, ondernemers moeten heel hard werken, nu misschien wel harder dan anders. Als ze misschien wat meer mensen hebben moeten laten gaan, flexibele schil eraf hebben gehaald en nu dat werk zelf doen. Als ze niet oppassen, verdienen ze minder goed dan personeel. Nou, daar vindt de fiscus ook wat van, dus daar moet je altijd mee opletten. Kan te maken nu gaan krijgen met slecht betalende klanten, omdat die zelf in noodweer verkeren. Ik kan me voorstellen dat als jij een pand verhuurt aan een horecaondernemer, dat het nog wel lastig gaat worden zometeen om je huurpenningen binnen te krijgen. Nou, de uitdaging met personeel heb ik net laten zien. Die zitten natuurlijk ook in deze tijd, bijvoorbeeld met kinderen die thuis zaten. Inmiddels zijn die kinderen gelukkig weer naar school. Maar als je natuurlijk thuis moet werken, moet schipperen met je partner om te zorgen dat de kinderen goed opgevangen worden. Ja, dan heb je daar als ondernemer die gewoon doordraait en misschien nog wel harder doordraait dan anders. Moet je dan wel zorgen dat je dat voor elkaar krijgt.
Een mooi voorbeeld is misschien wel in de bouw. We zagen natuurlijk allemaal de bouwmarkten die ongeveer, laat ik zeggen, leeg geroofd werden door de consumenten die in hun tijd dan maar gingen schilderen. Nou, dus zo zie je een aantal andere partijen in de tuinsector, in tegelleveranciers en dat soort zaken waar we zelf mee aan de gang gaan. Dat het best wel druk is. Nou, stel je personeel thuis zit, heb je daar wel last van. Nou, het duurt allemaal veel langer dan gedacht, hè. We dachten misschien van, nou ja, die coronacrisis, dat is wel even over. En dat ze dat in China hebben, ja, daar zijn ze zo dicht bevolkt, het zal wel overvaaien. Nou, we zien nu dat het allemaal wel langer gaat duren. Ik zal er zo meteen ook even de CBS-scenario's over schetsen, die daar voor kortere of langere termijn zijn. Nou, dat kan allemaal leiden tot meer stress, minder plezier in het ondernemen. Dat is natuurlijk ontzettend jammer. Nou, geen groei. Ik kan me voorstellen in deze tijd, als je al stabiel kan draaien, dat je misschien heel gelukkig bent. Of dat je min 10% draait, dat je heel gelukkig bent. Maar belangrijk is uiteindelijk wel, wat doet het voor je winst? En als je iets achteruit gaat in omzet, maar je winst blijft nog redelijk op peil, dat is eigenlijk wel helemaal prima. Aan de andere kant, als je nog wel weet te groeien in deze tijd, maar je winst blijft gelijk, dan is er misschien iets anders aan de hand. Dan moet je eens kijken of je daar wat meer mee kan. Nou, als we kijken naar zomaar een ondernemer, overlevingsstrijd in coronatijd. Ja, dat is echt wel aan de hand. Personeelsproblemen noemde ik nou al eventjes. Maar een van de zaken kan natuurlijk ook zijn een niet consistent prijsbeleid. Dat we steeds maar misschien wel nu wat makkelijker korting geven ineens of zo. En het personeel wat aan de verkoopkant zit, dat niet altijd kan volgen. En misschien te veel korting daardoor gaat geven. Als we nog steeds geen inzicht hebben in de echte kostprijs per transactie. Ja, dan kan het wel lastig zijn als je iets in de prijzen wil zakken om anderen te helpen of om te zorgen dat je collega's die zakken in prijzen, dat je daar in de buurt blijft. Nou, als we geen goede inzichten hebben, menig accountant zou me daar ook van harte in ondersteunen. Goede inzicht hebben in hoe is de omzetontwikkeling, hoe is de winstgevendheid daarvan, heb ik veel op voorraad liggen, in welke branche ik ook zit. Ik kan natuurlijk voorstellen dat in bepaalde branches waar voorraad uiteindelijk ook over de kop kan gaan, dat we daar wel moeten opletten dat we de voorraad niet te hard op laten lopen. Ik had het hier met de bakker op de hoek, had ik erover. Die zag ineens in de hamstertijd, het begin van de crisis, de hamstertijd, zag hij ineens heel veel klanten van buiten het gebied komen die hun brood kwamen halen. Nou, die moeten natuurlijk heel erg opletten wanneer de mensen zometeen hun diepvries gaan leeg eten, dat ze dan wat minder brood gaan bakken. Maar tot die tijd loopt het toch heel erg goed. Nou ja, en trouwe en tevreden klanten, dat is natuurlijk heel erg mooi als we die hebben, zeker in deze tijd, dat ze je trouw blijven, dat ze blijven betalen, dat ze blijven afnemen. Maar ja, ik heb dan nog wel een kritisch punt erbij, daar kom ik zo eventjes op. Want de vraag is uiteindelijk als ondernemer van ja, gaat het nou wel vanzelf? Hè? Van ach, nou ja, we zien wel en het komt wel goed. Of moeten we veel beter nadenken over de toekomst, zodat we daar ook op voorbereid zijn? En we kunnen niet voorbereid zijn op wat er precies allemaal gaat gebeuren. Maar ik zal zo meteen met scenario schetsen laten zien dat je toch wel redelijk goed kan voorbereid zijn en wat de voordelen daar ook van zijn. Als we nog even kijken naar die trouwe en tevreden klanten, dat is natuurlijk wel belangrijk. Van, ja, zijn die ook winstgevend? Nee, ik zie maar al te vaak dat klanten die inderdaad al heel lang trouw zijn en al heel lang tevreden zijn, dat die tevredenheid ook wat te maken heeft met de relatief lage prijs die we ze al jaren rekenen, of misschien wat te lage prijs. Dus de vraag is ook of dat goed is. Ik zie ook wel bij bedrijven die dan de prijzen verhogen, dat de echt trouwe klanten dat ook begrijpen en graag de diensten of producten blijven afnemen en zullen blijven. En dus niet zomaar gaan wegrennen als de prijs omhoog gaat. Nou, wat zouden we dan kunnen doen in deze tijd, in deze moeilijke coronatijd? Nou, laten we in ieder geval zorgen dat we stoppen met korting, zomaar korting geven. En misschien kennen jullie het boekje wel van Jos Burgers, Geef nooit korting. En die heeft daar ook een prijsstempel op staan van 17,95 voor 19,95. Inderdaad, dat gaat omhoog. Zorg dat je geen korting geeft of maak duidelijk waarom die korting is. Want anders dan is het misschien eigenlijk ook wel heel raar naar de klant toe dat je zomaar korting geeft. Nou, ik zei net al, zorg dat je heel goed inzicht hebt in het omzetverloop, in de winstgevendheid van je producten en van je diensten. En als daar verliesgevende zaken tussen zitten, die niet gesubsidieerd worden door wat anders, zorg dan ook dat je daarmee stopt. En met subsidiëren bedoel ik in feite, ik heb een bepaalde dienst of product die misschien niet de winst oplevert die ik zou willen hebben, of misschien wel verliesgevend is. Maar uiteindelijk, omdat ik dat heb, kopen klanten winstgevende andere producten bij me. En dan is dat prima te doen. Nou, we kunnen natuurlijk krimpen in personeelsbestand, zeker de flexibele schil, daarvoor is die ook. Is daar makkelijk mee om te gaan.
Maar ook daar moet je natuurlijk wel opletten hoe aardig dat is naar mensen die misschien al heel lang loyaal naar je zijn. Ik zou dat inkrimpen in personeelsbeleid wel goed tegen het licht houden. Nou, er zijn allerlei mogelijkheden vanuit de overheid natuurlijk ook gegeven. Maar misschien ook als je gewoon een gezond bedrijf hebt, dat je bij de bank of andere financiers een prima lening kan krijgen. Voor tijdelijk of voor langere termijn. Het is wel belangrijk voor jezelf dat je hem ook meteen opneemt in je liquiditeitsbegroting. Om te zien dat je ook weer van die lening afkomt. Want dat is uiteindelijk natuurlijk de bedoeling. Ja, voorraden reduceren, dat heeft natuurlijk ook mee te maken. Van ja, als de vraag gaat afnemen, dan kan ik daar nu al op inspelen. Om te zorgen dat ik minder voorraden heb. En tegenwoordig ja, zijn er toch wel heel veel grondstoffen, materialen bijna overnacht te verkrijgen van verschillende bedrijven. Overigens moet je daar wel opletten, want ik zeg dat heel makkelijk overnacht te verkrijgen. Dat was allemaal voor corona. Maar je ziet dat sommige bedrijven ook gewoon moeilijkheden hebben in de afspraken die we met elkaar hebben. Die hygiëne afspraken om snel te kunnen leveren. En daar zit soms wel weer iets meer levertijd op dan we voorheen misschien gewend waren. Nou, en als laatste zorgen, voor zover dat dus niet aan de orde is, hè, dat je denkt van nou, dat loopt allemaal wel, iedereen doet wel zijn ding, maar zorg nu echt ook in deze tijd dat heel duidelijk is wie welke verantwoordelijkheden heeft, wie welke taken heeft, om te zorgen dat we zo efficiënt mogelijk met elkaar werken. Ik vond een mooi voorbeeld ook in de keuken, hè, daar kunnen we natuurlijk ook als een gek achter elkaar aanrennen en de een die is de biefstuk aan het bakken en daarna gaat hij de friet maken en de ander die de friet aan het maken was, die ging even salades maken. En je gaat dan nog even de biefstuk omdraaien. Maar je ziet dat er nu in keukens heel goed over nagedacht wordt. Hoe de koks zeg maar op veel veiligere afstand van elkaar kunnen werken. En dat betekent gewoon dat als je biefstuk bakt. Dat je daar in feite ook de hele avond staat biefstuk te bakken. En vrijwel niet van je plaats komt. Nou, wat willen we dan ook met het team erbij doen? We vergeten dat nog wel eens. Hè. Soms denkt de ondernemer van nou ja, ik heb een heel goed plan bedacht. Of met de accountant of met een adviseur een heel goed plan bedacht. Maar als het team er nou niet bij betrokken is, ook in de aanpak van de coronacrisis, dan denk ik dat je veel minder snel stappen kan zetten dan als je ze er wel bij bereikt. Je wil een visie ontwikkelen van waar moeten we naartoe met onze bedrijf. Staan zij ook achter die visie? Welke cultuur hoort er dan bij? Hè? Dat is toch de cultuur dat we met z'n allen nu kunnen zeggen, ach, we doen stoer en ik kom met de snotneus toch naar kantoor met het risico dat ik meerdere mensen besmet. Of als we buiten in de schaftketen zitten, we gaan niet met z'n tweeën schaften, maar gewoon met z'n achter tegelijk in één keten. Dat heeft allemaal met cultuur te maken en hoe je daar met elkaar mee om wil gaan. Nou, zeker in deze tijd, misschien dat je nog wel eens wat C en D klanten, wij noemen dat corrupte of destructieve klanten hebt, dat je denkt van nou ja, die hou ik er nog wel even bij. Maak daar echt onderscheid in en neem daar afscheid van. Want de A en B klanten, die ga je uiteindelijk door deze periode heen halen. En bepaal uiteindelijk ook met je team welke strategie erbij hoort, zodat je ook daar in de markt kan verslaan. En in feite ga je dan kijken van ben ik nou de goedkoopste in de markt? Ben ik de beste, het beste product of dienst in de markt? Of heb ik gewoon de beste serviceverlening? En die drie sluiten elkaar uit. We willen eigenlijk als ondernemer het liefste de beste service, het beste product en de laagste prijs. Maar dat gaat niet goed samen, dus kijk met je team wat het beste bij jullie past. En op basis daarvan kun je dan ook je strategie bepalen om door deze periode heen te komen. Nou, wat we dan vervolgens doen ook met je team is heel duidelijk zijn ook die doelstellingen te formuleren. En juist doordat je het met het team doet, krijg je daar ook betrokkenheid van. En op het moment dat je de doelstellingen wat minder goed haalt, kun je ook met het team daarover praten. En zorgen dat die doelstellingen ofwel alsnog gehaald worden, of dat je met z'n allen besloten hebt van ja, 2 meter hoog springen leren in 2 weken, dat is misschien wat veel van het goede. Laten we eens beginnen met 1 meter en dan krijg je gewoon realistische doelstellingen waar het team weer helemaal achter staat. Nou, om die doelstellingen dan te realiseren, ook juist in deze tijd, moet je bepaalde, we noemen dat maar initiatieven vastleggen en die ook plannen. Hè, van wanneer hebben we die initiatieven met elkaar bereikt en kunnen we die initiatieven ook verdelen in bepaalde werkgroepen, dat bepaalde teams ermee aan de gang gaan. En het team wat ik hierboven heb staan bij het bepalen van de visie en cultuur, dat is misschien wat kleiner dan het team wat ik hier bedoel. Die werkgroepen, dat moet eigenlijk over je hele bedrijf heen verdeeld worden. Zodat iedereen meewerkt om te zorgen dat we goed te beslagen ten ijs komen om deze crisis door te komen. En vanuit die initiatieven kun je allerlei taken en acties benoemen. En we noemen dat dan uiteindelijk een implementatieplan om te zorgen dat het voor elkaar komt. Dus eigenlijk niet veel meer dan dat het een taak is. De naam die erbij staat, die zorgt dat dat gerealiseerd wordt, eventueel de betrokkenen en in ieder geval een datum wanneer die taak gerealiseerd moet zijn. Nou, kijk ook uit dat je niet te veel hooi op de vork neemt. De business gaat ondertussen nog door. Ik noemde net al even in productieomgevingen waar het soms lastig is om de afstand te houden. Lastig in de zin, we kunnen het wel,
maar dat vertraagt onze werkzaamheden. Nou, hou daar ook rekening mee hoe snel jouw organisatie in staat is om nieuwe zaken op te pakken en te verbeteren. En als belangrijkste misschien wel, is kijken ook wat is het resultaat. Hè? We hebben daar met z'n allen doelstellingen geformuleerd en we hadden ideeën waar we naartoe wilden gaan. En hoe moeten we nou zorgen dat we ook die resultaten daadwerkelijk meten en dat we die aanpassen daar waar, waar de resultaten niet gehaald worden of daar waar we de taken aanpassen. Misschien meer taken of meer mensen erop inzetten. En op die manier moeten we deze tijd wel met elkaar door kunnen komen. Nou, ik had al even gezegd, CPB heeft de scenario's uitgewerkt. Die kun je ook terugvinden op de site. Ik zal dus nog wel even de link delen in de mail die jullie nog allemaal krijgen. Inmiddels zijn we volgens mij wel scenario 1 zo'n beetje voorbij. De contactmaatregelen die duren 3 maanden. Nou, die duren zeker wat langer. Dus laten we maar gelijk gaan naar scenario 2. Het duurt zo'n 6 maanden. Nou, dat is eigenlijk waar we er nu naar uitkijken. De industrie, als ze al niet directeuren naar huis sturen waar het personeel van overstuur raakt, dan wordt de industrie wel zwaar getroffen door corona. De wereldhandel die zakt verder weg. Het is moeilijk om te exporteren. Andersom is het ook moeilijk om te importeren. Dan zien we dat bedrijven daar ook al last van krijgen. Neem bijvoorbeeld de zonnepanelen als die uit China moeten komen. Er zit allemaal langere leeftijd op dan we gewend waren. Nou, het kan nog erger zijn, dan duurt het allemaal langer dan 6 maanden. Nou, in feite moeten we dat van de zomer met elkaar gaan meemaken of dat aan de hand is. Hè? Want dan betekent in feite dat we in de herfst nog steeds die contactmaatregelen moeten handhaven. Zoals het er nu naar uitziet, hè, met de maatregelen die we genomen en hebben en de discipline die toch de bevolking aan de dag legt om zich eraan te houden, zien we dat het tot nu toe wat mij betreft nog in fase 2 in ieder geval blijft hangen. Maar ja, dat is koffiedik kijken, dat moeten we echt na de zomer zien. Nou, en als het echt heel lang gaat duren, scenario 4, dan wordt het echt heel slecht. Terwijl we nu kijken naar scenario's waarbij dit jaar een recessie is en volgend jaar weer een economische groei voorspeld wordt, is dat ook nog een scenario waar we nog niet aan zitten. Dus ja, die uiterste, de scenario 1 en 4, dat zien we eigenlijk nog niet direct langskomen. Dan, als we kijken naar het ontwikkelen nog verder van links naar rechts, dan zien we inderdaad dat we nu zo'n beetje in het midden zitten. Een bepaalde recessie die we hebben. Als het goed is, volgend jaar weer herstel. Nou, dat zou hartstikke mooi zijn als we de boel kunnen verlengen. Nou, de starters die zullen moeilijker een baan vinden als ze daar aan toe zijn. Denk aan studenten die studievertraging opleveren, zowel het MBO, het HBO als universitair natuurlijk. Ja, en als het langer gaat duren, dat scenario 3, dat betekent dat we echt, ook al hebben we natuurlijk plechtig beloofd om van regelingen gebruik te kunnen maken, hebben we natuurlijk plechtig beloofd dat we personeel in dienst houden. Maar in scenario 3 gaat dat toch echt niet meer werken. En dat heeft gewoon puur ook te maken met de stagnerende, opdrogende vraag. Waardoor we niet anders kunnen dan met minder mensen het werk doen. En dan moeten we toch mensen helaas laten gaan. En dan hebben we het waarschijnlijk niet alleen maar over de flexibele schil, maar ook daadwerkelijk over de mensen die echt bij ons in dienst zijn. Nou, als het veel langer gaat duren, ja, dan zullen we echt, dan krijg je denk ik een sneeuwbaleffect. Dat vierde scenario, dan zul je zien dat meer bedrijven gaan omvallen. Dat betekent dat meer mensen op straat komen in de WW. Nou, hoeveel geld hebben ze dan nog om uit te geven, anders dan aan de dagelijkse nodigheden? En hoe gaan andere bedrijven daar last van hebben? Dat we minder kleding gaan kopen, minder leuke dingen gaan doen, als we die ook kunnen doen. Dus dan zie je ook dat echt, dan wordt het echt wel heel lastig in dat derde scenario. Nou, als we nou eens kijken voor bedrijven. Ik zei al eventjes, inzicht is gewoon cruciaal om te kunnen overleven. Als je nou voor jezelf zou uitrekenen wat er zou gebeuren. Je kijkt naar je realisatie van 2019. Je kijkt naar de begroting die je opgesteld had. Misschien nog aan de voorzichtige kant hier voor 2020. En je maakt daar een coronabegroting. En wat die coronabegroting hier doet, is dat hij ervan uitgaat dat je 15% minder omzet gaat hebben. Ik zal straks nog een erg scenario schetsen. Nou, dan zie je wat er gebeurt uiteindelijk met de verschillende kosten die je maakt. Je ziet dat je bijvoorbeeld minder salariskosten kan gaan maken, omdat je meer mensen eventueel kan ontslaan. Nou, je ziet je debiteuren veranderen, want die gaan slechter betalen. En uiteindelijk zie je dan dat je zo'n ruim 3 ton... extra nodig hebt, inclusief salariskosten, als je mensen zou kunnen ontslaan. En 4 ton als je niemand kan ontslaan, omdat je bijvoorbeeld gebruik hebt gemaakt van regelingen. En als je dan alsnog mensen gaat ontslaan, dan heb je kans dat je een deel van de regelingen, zo niet de hele regeling, kwijtraakt. En dan ben je misschien nog verder in de aap gelogeerd. Dat wil je natuurlijk al helemaal niet. Maar dit soort overzichten zijn eigenlijk vrij eenvoudig te maken. Dat zie je ook. Er zijn maar
paar cijfers die we daar hoeven in te vullen. En dan kun je voor jezelf redelijk mee spelen van wat gebeurt er nou als dit scenario zich voordoet en welke stappen moet ik dan zetten? En welke zaken gaan dan voor? Nou, als we dan kijken naar heel simpel een liquiditeitsbegroting. Stel dat we een 100.000 euro krediet hebben. We hebben 125.000 euro op de rekening staan. Nou, in deze maand gaan we een aantal leveranciers betalen. Anderszins de klanten van vorige maand, die vorige maand de factuur hebben gehad, die betalen die. En als het goed is, netjes deze maand. We gaan onze lonen betalen. We hebben loonbelasting daarover te betalen. We hebben nog omzetbelasting. Dat was kennelijk niet helemaal gelukt om die op tijd te betalen in april. Dus die moeten we nog even in mei betalen. De hypotheekaflossing als die gewoon doorgaat. En een management fee. Want je wilt natuurlijk zelf als ondernemer ook gewoon dragen. Nou, dan zie je uiteindelijk ook dat je hier nog 199.000 euro ruim overhoudt. Als we dan kijken naar het banksaldo, dat is dan teruggelopen naar 110.000. En als we dan kijken naar de crediteuren van deze maand, nou, dat zie je hetzelfde rijtje in feite oplopen. En uiteindelijk zie je dan, die 125.000 die we hadden, die loopt zo rustig aan toch terug naar 84.000. Dus ja, ergens moet er wel wat gebeuren. Hè. We zien bijvoorbeeld dat die crediteuren, dat blijft nog wel redelijk gelijk, maar de debiteuren die zijn al behoorlijk gezakt, omdat ze minder omzet hebben gemaakt. Nou, stel dat we nou gebruik maken van maatregelen, dan zal ik zo meteen ook de berekening daarvan laten zien. Maar eerst eens even een aantal maatregelen op een rij. Ik ga ze niet allemaal behandelen, maar toch wel om te laten zien dat de overheid echt niet stil zit en dat er allerlei mogelijkheden zijn. Ik weet niet of jullie de coronacalculator.nl kennen. Dat is dat klinkt misschien heel fancy en flauw, maar dat is een heel serieuze website gemaakt door MKB Nederland en VNO-NCW. Dan kun je heel gemakkelijk op basis van je Kamer van Koophandelnummer of je bedrijfsnaam, als je dat niet bij de hand hebt, dan kun je heel gemakkelijk uitvinden welke regelingen van toepassing zijn op jou. Maar vooral ook, en ga daar niet te snel voorbij, welke voorwaarden er gelden. Dat je niet te gauw blij gemaakt wordt door een uitkomst die op de website getoond wordt. Want er staan overal heel duidelijk de mitsen en maren bij, waar je aan moet voldoen om daar gebruik van te kunnen maken. Nou, ik vind dat wel een mooi overzicht en dat er in ieder geval hard aan gewerkt wordt door de overheid. Dus dat is gewoon helemaal super. Nou, ik zei al even, stel dat je nou gebruik maakt van mogelijkheden. Dan zie je die hier bijvoorbeeld al twee uitvallen. De loonbelasting, daar heb ik met de fiscus overeengekomen dat ik die even niet hoef te betalen. Zowel in mei als in juni niet. Hypotheekaflossing ben ik met de bank overeengekomen om drie maanden niet te betalen bijvoorbeeld. Nou, ik wil graag natuurlijk zelf wel geld blijven houden, dus dat blijft gewoon staan. En het vakantiegeld staat ook. Dat kun je echt niet zomaar opschorten. Medewerkers hebben daar gewoon recht op. Wat je natuurlijk wel kan doen, is met medewerkers in gesprek gaan. Wat je eventueel daarin kan doen. Dat geldt natuurlijk ook voor lonen. Alles wat in gesprek mogelijk is, dat is te doen. En uiteindelijk zie je dat je hier, in plaats van die 84.000 euro die ik net schetste, heb je 200.000 euro staan. Maar let wel, en is absoluut, moet je daar goed aandacht aan besteden, is ik moet dat later wel betalen. Ik had een ondernemer, die was heel blij met de bank, die de hypotheek 3 maanden opschortte. En ik vroeg hem, van, heb je nou afspraken gemaakt dat je uiteindelijk ook 3 maanden later aflost, het totaal, of moet je over 3 maanden die 3 maanden weer inlopen? Nou, dat zijn wel zaken waar je over na moet denken. En de fiscus die wil best wel uitstel geven, maar afstel, dat is een heel ander verhaal bij de fiscus. Een hele belangrijke, die is misschien wel goed om nu nog te noemen, als je nu je jaarcijfers hebt en je aangifte wordt gedaan, en je hebt vorig jaar een mooie winst gemaakt, dan kun je dit jaar al meteen, voordat je zeg maar de aangifte doet en de belasting moet betalen, kun je al meteen aangeven dat je dit jaar verlies gaat maken, waardoor je veel minder belasting hoeft te betalen. En dan kun je in feite het verlies van dit jaar al meteen verrekenen met de winst van vorig jaar. En een accountant kan je dat natuurlijk helemaal prima voorspiegelen hoe dat gaat. Maar het belangrijkste is dat je het besef hebt, ik maak gebruik van regelingen, ik kan een extra lening sluiten of ik hoef iets niet zo snel te betalen, dat uiteindelijk de rekening betaald moet worden. Nou, de noodzaak om te veranderen, die is er dan nu natuurlijk ook wel. Hè? Van, ja, jullie kennen dit gezegde misschien wel. Als we blijven doen wat we altijd deden, dan krijgen we wat we al kregen. Maar de vraag is natuurlijk, dat ik er altijd aan toevoeg, nou, dan krijgen we niet meer wat we altijd kregen. Dan moet je goed rekening mee houden dat de boel echt veranderd is. Nou, ik had net een omzetdaling van 15% laten zien. Ik laat hier bij hetzelfde bedrijf zien wat het is als er 50% naar beneden gaat. Om je een idee te geven, de autobranche in april, de verkopen, die waren in Nederland met 50% gedaald.
En als je het in perspectief wil zetten ten opzichte van andere landen, in Italië was dat 93%, want daar hadden ze natuurlijk volledige lockdown. Dus daarin kan het altijd slechter, gelukkig. Maar 50% daling is natuurlijk aanzienlijk. En bedenk ook voor jezelf, hè, 50% is een heel makkelijk getal, of dat inderdaad reëel is voor jouw bedrijf. Of dat misschien veel meer moet zijn. Zit je in de evenementenbusiness, dan kan dat dan wel eens naar 100% gaan. Maar als je in iets anders zit, ja, misschien is 20, 30% wel een veel reëler getal. Maar hier zie je inderdaad dat je liquiditeit fors achteruit boort en dat je echt maatregelen moet nemen om te zorgen dat dit verbetert. En hoe ga je daarmee om en welke mogelijkheden heb je? Dus dan heb je ook meteen een cijfer voor jezelf, anders denk je, nou, zo vaart zal het niet lopen als ik misschien 30%, 40% minder omzet heb. Maar juist door deze exercitie te doen, zul je zien wat het uiteindelijk betekent voor je liquiditeit. Nou, de verandering is altijd een mooi plaatje erbij. Iedereen wil wel veranderen. Dat is door de tijden niet anders. Als je medewerkers vraagt, nou, we willen wel wat nieuws doen. Gaaf, leuk, ik wil wel veranderen. Ander gereedschap, andere manier van werken is altijd leuk. Maar als dat puntje bij paaltje komt, dan wijzen we naar iedereen. Maar die tijd is er nu echt niet. Er is gewoon geen tijd te verliezen. We moeten echt veranderen. In de eerste poll gaf iedereen ook al aan. Het is nu echt anders dan anders bij andere crisis. En we moeten meteen aan de bak. Dus mocht er een soort van bekvechten ontstaan tussen de medewerkers over wie er nou eigenlijk moet veranderen of iets anders moet gaan doen, dan moeten we dat heel snel zien de kop in te drukken en zorgen dat we ze met z'n allen de neuzen dezelfde kant op krijgen. En dat we met elkaar besluiten hoe en wat we gaan veranderen. Nou, als je dan aan de gang gaat, ik weet niet of jullie deze curve kennen, maar dat heeft eigenlijk te maken met slecht nieuws. Hebben we slecht nieuws, dan daalt onze motivatie en dan zijn we in shock. Dan gaat de motivatie weer wat omhoog omdat we het ontkennen. Dan blijkt het toch echt zo te zijn. Hè? De crisis die blijft echt volharden. Nou, dan raken we gefrustreerd. We raken misschien wel in depressie daarvan. Maar uiteindelijk zie je ook, en dat zie je bijvoorbeeld in de horeca, vind ik een fantastisch voorbeeld overal. Die gaan experimenteren. Die gaan kijken welke mogelijkheden er toch zijn. En kunnen we die strandbedden dan toch op een bepaalde afstand zetten? Hoe kunnen we toch zorgen dat de toiletten open gooien voor de mensen? En uiteindelijk, vanuit die experimenten, neem je besluiten om verder te gaan. En om ook die besluiten te integreren. En dat een nieuwe manier van werken wordt met z'n allen. Nou, die curve, er staat onderin een belangrijk stuk. Dat is tijd. Hè? Daar loop je de tijd doorheen. Nou, dat willen we natuurlijk zo snel mogelijk. Nou, en dat zal je niet verbazen. Dat is natuurlijk prima mogelijk om dat veel sneller te doorlopen. Maar meestal lukt dat niet in je eentje. En heb je daar iemand bij nodig? Nou, ik zal natuurlijk de laatste zijn die zou zeggen dat je mij niet nodig hebt. Maar het gaat er mij ook om dat je wellicht een collega hebt. Medewerkers in je team. Of dat je een goede accountant hebt, je jurist, je HRM-adviseur, misschien in de familie. Maar zorg dat je dit niet te lang alleen blijft doen. Want dan ga je gewoon langzamer door die curve heen. Juist door de inzet van anderen gaat dat veel, veel harder. En dat is al wat ik zei van ja, die scenario's van het CPB. Wat zijn jouw eigen scenario's, hè? En vooral ook, het komt nu enorm op snelheid aan. Ik moet gewoon snel schakelen. Hè? De overheid die komt met nieuwe mogelijkheden. Dan moeten we snel zijn. Mooi voorbeeld, de kappersbranche die had erop ingespeeld dat ze wel open mochten gaan, maar dat ze verplicht met mondkapjes moesten werken. Die hadden daarop ingespeeld. Hè? Dat was een van de scenario's voor hun. Van we mogen maandag open, maar we moeten met mondkapjes werken. Nou, als je de gedachte had van nou, we zien wel, we mogen misschien toch niet open, of nou, ik weet het allemaal nog niet. Ja, dan kun je ook niet snel schakelen. Nu kon de kappersbranche wel heel snel schakelen. Nou, werk samen met de mensen om je heen en schakel de specialisten in om de goede scenario's in te schetsen. Ook om te zien dat je misschien die 50% wel heel pessimistisch inschat. Of anderszins dat je die min 30% te optimistisch inschat. En ga daarmee aan de gang. Ga niet zeg maar, het hele web elke dag afstruinen naar alle mogelijkheden en informatiebronnen die er zijn. Ik zou je adviseren om vooral te beperken tot bijvoorbeeld je accountant waar je heel graag mee samenwerkt. En een branchegerelateerde bron, omdat de accountant meestal niet direct toegang heeft tot die bronnen vanuit de branche. Dus dat is wel een belangrijke toevoeging daarin. Nou, gebruik natuurlijk zoveel mogelijk die faciliteiten, maar niet onbelangrijk, daarom staat hij ook met hoofdletters N. Plan de gevolgen daarvan in. Dus prima dat ik een extra lening kan krijgen, maar ik moet hem wel weer aflossen. Prima dat ik mijn belasting kan uitstellen, maar ik moet het uiteindelijk wel betalen. Dus hou daar ook meteen rekening mee dat je dat ook daadwerkelijk doet. Nou, als we dan kijken, ik zal even dit wat sneller opzetten. Oh, sorry. Waarvoor doet dan je strategische bedrijfsplannen? Om te zorgen dat daar die scenario's goed in verwerkt zijn. Nou, die moet die uitdagingen oplossen. Nou, op het moment natuurlijk voldoende uitdagingen.
Je kent mij van de winstlekkages, dus uiteindelijk wil je dat ook nu echt, dat dat stopt als dat al aan de hand is. En zeker dat het ook structureel stopt. In de zin dat als het straks allemaal wat soepeler en makkelijker gaat, dat die winstlekkagekraan niet alsnog open gaat. Nou, hou het ook dicht bij jouw eigen visie en doelstellingen. Waar wil ik uiteindelijk naartoe? En wat ik al eerder heb aangehaald, dat kan ik niet vaak genoeg benadrukken. Zorg dat je ook echt het team erbij betrekt, zodat ook de betrokkenheid daarin geborgd is. En houd de onderneming op de nieuwe koers. Het is niet zo'n nieuwe koers, dat is niet iets wat tijdelijk is. Ik denk dat dit veel langduriger zal zijn. En ik wil niet een doemdenker zijn of zo, maar ja, wat mij betreft is het nu COVID-19. Maar straks is het hutsenflutsen 36 en moeten we daarmee leren omgaan. Waarschijnlijk zijn er in de zorg wel een aantal dingen die dan beter op orde zijn, die erbij passen. Nou, kijk dan minimaal maandelijks, maar misschien zelfs wel op het moment wekelijks hoe het ervoor staat. Hebben we nu gedaan wat we met elkaar hebben afgesproken? Heeft het team die veranderingen doorgevoerd? En hebben die het gewenste resultaat? We hebben minder flexibele krachten ingehuurd. Heeft het nou inderdaad het gewenste resultaat? Hebben we voldoende werk voor de rest? Of moeten we ergere stappen nemen? Of hebben we misschien te veel mensen bedankt voor hun aanwezigheid? Ik heb hier even wat zaken geschetst. We zien verschillende fases voor in het corona-actieplan. Je wilt toch je huidige situatie nog eens een keer goed onder de loep nemen, mocht je dat nog niet gedaan hebben. De markt ook verkennen. Hoe verandert de markt? Als ik veel in export deed en vraag van buitenaf had, kan ik die exportvraag misschien toch opvangen, doordat er meer vraag is gekomen intern. Eigenlijk heel simpel. De buitenlandse toeristen mogen niet meer naar Nederland komen. Maar de Nederlandse toerisme, die kunnen ook niet naar het buitenland. Dus daar zie je dat mijn markt verandert. Maar misschien eigenlijk nog steeds niet zo heel veel aan de hand is. Als ik maar mijn mensen natuurlijk mag toelaten op mijn vakantiepark en dat soort zaken. Nou, zorg voor een goede prognose. Weet wat je fiscale positie is. Daar kun je ook weer goed met de bank en met de accountant over spreken. Hoe is je crediteurenpositie? En niet alleen in euro's, maar ook in kwaliteit. Welke leveranciers heb ik gewoon goede afspraken mee? En die leveranciers die gaan niet in één keer scherpere afspraken vragen. Hetzelfde geldt voor je debiteuren. Je voorraad, kredietovereenkomsten, kunnen we daar wat mee doen met de bank en andere partijen. De leverancierskrediet, zowel aan de afnemerskant als aan jouw leveringskant. Hoe ziet je liquiditeit eruit? Wat zijn je belangrijkste medewerkers? Om te voorkomen dat je die misschien eerder ontslaat dan eigenlijk gewenst is. Maar anderzijds ook dat sleutelmedewerkers misschien ook vertrekken, omdat er bij andere bedrijven nog steeds hele goede mensen nodig zijn. Nou, en de laatste ook, welke steunmaatregelen heb ik aangevraagd? Nou, dan heb je je plan, de basis voor je plan. Nou, dan kun je een actieplan maken voor het komende jaar. Ik trek hem tot 2021. Denk daarbij aan van, nou, welke gebeurtenissen kunnen er allemaal voorkomen die meteen van invloed zijn en de feiten dat slechtste scenario naar boven laten komen. Maar anderszins ook welke externe gebeurtenissen zijn er die ik voorzie die het beste scenario naar boven laten komen. En ik moet natuurlijk mijn doelstellingen die ik begin dit jaar had, ja, die zul je zeker moeten bijstellen. Sommige bedrijven naar boven, absoluut waar. En sommige bedrijven naar beneden. En bedenk daarbij ook weer met je personeel, waar zitten nou de knelpunten en kunnen we daar een oplossing voor verzinnen. En ik heb hier staan stuur op liquiditeit. Zeker in deze tijd misschien wel wekelijks. En de 4 weken, daarmee bedoel ik voor de komende 4 weken. Dus weet welke grotere betalingen je de komende 4 weken moet doen. En welke grotere betalingen je de komende 4 weken moet ontvangen. En ik zeg grotere betalingen omdat dat natuurlijk met grote stappen snel thuis is. Maar een heleboel kleintjes bij elkaar opgeteld kunnen ook serieuze bedragen vormen. Dus let daar natuurlijk ook op. Voor de ondernemingen nu, welke aanvragen lopen, dan kan ik met de bank de financieringsaanvraag versnellen. Je ziet dat de bank daar ook in veranderd is. Het proces op anders ingericht heeft, waardoor ze sneller kunnen schakelen. Ook sneller kunnen beslissen of je eventueel uitstel kan krijgen. Allemaal dat soort zaken. Dus vind ik nog wel een goede die ertussen staat. De marge checken. Kijken of je offertewinst gelijk is aan je actuele winst. Wat ik daarmee bedoel is, je verkoopt iets met een bepaalde winst. Ja, realiseer die winst nog steeds als je een tussencalculatie doet. En heb je die winst ook daadwerkelijk gerealiseerd als je je nacalculatie doet. Nou, en dan is het mooi dat we een actieplan hebben. Maar dan komt het echt aan op uitvoeren. En keihard werken met je team aan de continuïteit van je bedrijf. Nou, misschien wel wekelijks of 2 wekelijks bijsturen, afhankelijk een beetje van je bedrijf en branche. Misschien soms wel, zeker in de productieomgeving, dagelijks bijsturen. En je ziet de fabrieken zelfs per uur worden bijgesteld. KPI, dat staat voor kritische prestatieindicator. Dat gaat eigenlijk voor de indicatoren die echt kritisch zijn om te volgen,
of je inderdaad die continuïteit kunt waarmaken of dat je andere problemen voorziet. En nou, wat ik net al zei, welke externe gebeurtenissen zijn van invloed op ons? Nou, ga met je personeel kijken, wat is het laaghangende fruit, de quick wins, wat kunnen we even snel regelen met elkaar? En zo zonder dat ook een cultuur, van laten we gewoon nou echt op tijd beginnen aan het werk, laten we echt netjes werken. En dat kan al een heleboel verbetering betekenen die de continuïteit ten goede komt. Nou, mijn gesprek had ik al gezegd met je verschillende adviseurs die er zijn. En kijk eventueel of er misschien zinvoller is om een andere productmix in te richten. Hè. Kan ik daar mijn prijsbeleid op inrichten? En kan ik aan de andere kant misschien toch wel commerciële acties inrichten? Ik zag al dat er wel gesneden werd in algemene kosten, dus bijvoorbeeld marketing. Maar je hebt marketing toch nodig uiteindelijk om je verkoop ook goed te realiseren. Nou, ik kan nog even een laatste business case met jullie door te nemen. En dan hebben we ruimschoots de tijd in ieder geval voor vragen. Anders dan gooi ik er nog wel wat achteraan. Maar neem nou eens, dit zijn vragen die als ondernemer misschien wel opkomen. Van, ja, moet ik nou iemand ontslaan? Nou, ik neem hier een voorbeeld van een medewerker van 45 jaar in de bouw. Stel je voor, van, nou, ik denk dat het toch allemaal niet zo heel erg goed gaat de komende tijd. Ja, mijn klanten die stellen het uit. Dus ik ga die medewerker maar eens ontslaan. Nou, dan zie je hier dat hij een bepaalde transitievergoeding moet krijgen. Ik bespaar daarin loon. Ik krijg eventueel nog wat vakantiegeld terug, wat ik hem straks al betaald heb. Uiteindelijk heb ik een netto besparing hier te pakken van zo'n 24.000 euro. Maar als die medewerker, als dat toch weer na de zomer wat meer aantrekt, en je hebt nog die grafiek in gedachten die ik liet zien van het CVB, dat er 100 vacatures op 100 werklozen waren, en menig ondernemer weet hoe moeilijk het is om goede mensen te krijgen, dan zul je toch in één keer een aantal kosten weer om je oren krijgen. Ja, en dan de uiteindelijke besparing, die is dan veel lager dan dat je eerst voorzien had. Afgezien van het feit, en die zet ik er ook nog even bij, dat natuurlijk die coronaregelingen die gelden juist om mensen in dienst te houden. Dus als je daar al gebruik van hebt gemaakt, dan kan het voordeel wat je hier getoond wordt nog wel eens veel kleiner zijn. En ik heb natuurlijk grotere kans dat mensen ja, toch minder makkelijk komen werken. Denken, ja, ik vind die baas toch niet zo aardig dat hij mijn collega's ontslaat. Ik kan eventueel makkelijker weggaan. Demotivatie kan er optreden. Dus het zomaar ontslaan van iemand is niet een kwestie van cijfers beoordelen. Maar ook echt kijken van, ja, wat betekent dat voor mijn bedrijf? Ik ga hier even doorheen. Ik vond wel mooie voorbeelden van Mens uit Zeist. En misschien dichter bij huis, beter bekend, Koen Lagerwij. Hoe hij met personeel omging. En ik liet dat even zien in het idee van, ja, ga ik mensen ontslaan? Dat is natuurlijk mooi bedacht. Maar ik heb al laten zien hoe zinvol dat is of niet. En in dit geval wordt er juist extra geld besteed aan de medewerkers om zijn hart onder de riem te steken. En te zorgen dat ze positief blijven en hard aan de gang blijven gaan. Oh ja, ik had deze nog als laatste vraag. We hebben natuurlijk de belangrijkste oorzaken waar we het wel eens over hebben over prijsbeleid. Maar ik was wel erg benieuwd. Dat is namelijk mijn andere hart. Gaat altijd heel hard kloppen over marketing. Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe jullie dat zien. Er was net al een aantal mensen die in ieder geval algemene kosten gingen snijden. En je ziet in crisistijd dat bedrijven nog wel eens twee kanten op gaan. Ik weet niet of je herinneren, in 2008 was dat Unilever aankondigde, we houden ons marketingbudget op peil. Terwijl allerlei grotere concurrenten hadden aangekondigd dat ze hun marketingbudget op televisie en sponsoring fors gingen terugschroeven. Nou, wat Unilever daarmee bereikte was dat hun bereik veel groter werd, omdat zij door bleven gaan met marketing en met reclame maken. En werd zeg maar dat relatief veel zwaarder in de media dan dat van hun concurrenten. Maar een belangrijke kostenbesparing die daar voor hun ook aan zat, was dat de fabrieken veel efficiënter bleven draaien ten opzichte van de concurrenten, die dan weliswaar bespaarden op marketingbudget en verkoopkosten, maar die aanzienlijk hogere kosten gingen maken en slechtere marges gingen maken, omdat er veel minder efficiënt gewerkt werd in de fabrieken. Dus dat was wel een voordeel daaraan. Dus ik ben erg benieuwd wat hier ingevuld wordt. Ik zie nu in ieder geval dat we het gelijk blijven doen, de marketingkosten. Wat mij betreft natuurlijk ook zinvol, zolang je maar marketing uitgeeft aan de goede dingen. De mensen die hier hebben aangegeven, is in ieder geval iedereen het over eens dat hij zijn marketingbudget op peil moet houden. Laat ik ondertussen nog even de maatregelen zien. En een goede vraag van Dick. En misschien wil iemand daar ook op reageren. Of we voldoende tijd blijven steken en energie blijven steken in innovatie. Ik denk ook, als ik daar zelf op mag reageren, dat we absoluut moeten innoveren.
En innoveren hoeft niet meteen te zijn dat we robots naar binnen fietsen en op een hele andere manier gaan werken. Maar ik denk echt dat we op een veel slimmere manier veel meer gebruik moeten maken van de mogelijkheden die we hebben. Hele belangrijke tip van Roelof: studenten blijven benutten. Doe dat ook alsjeblieft. Hè. Ik spreek natuurlijk van harte uit als vader van 3 studerende dochters. Mijn oudste dochter heeft ontzettend mazzel gehad dat ze bij haar stagebedrijf gewoon kon door blijven werken, terwijl haar collega-studenten van hotelschool, die over de hele wereld in fantastisch mooie hotels zaten, terug naar Nederland moesten. Dus die hebben enorme vertraging opgelopen. Dus ga alsjeblieft die studenten aan het werk zetten. Die kunnen echt heel veel voor je betekenen en zijn vaak enorm gemotiveerd. Ik denk zeker nog wel extra gemotiveerd in deze tijd, omdat ook studenten als geen ander beseffen dat er wel wat aan de hand is, wat hun ook raakt. En Teunis heeft ook nog de tip over het contact met de bank. Wees daar strak in, blijf er bovenop zitten. Ik zie dat de bank ook echt zijn stinkende best doet om alles snel te realiseren. Ik weet van in ieder geval van de Rabobank dat die hun loket en hun procedures daar enorm op aangepast hebben, waardoor ze gewoon veel sneller kunnen schakelen. Dat is gewoon super. En let ook op met wie je wat deelt. Hè? Want ja, als iemand min 40% ziet staan, dan kan hij misschien in zijn hoofd denken min 60%. De ondernemer zal wel behoudend zijn. Dus weet goed met wie je wat deelt. Dan wil ik iedereen heel hartelijk bedanken dat jullie hier aanwezig waren. Nog hartelijker bedankt namens Dick en Nel en de andere collega's van de Business School als jullie de enquête die je het krijgt toegestuurd willen beantwoorden. Want dan kunnen we dit soort evenementen nog beter organiseren. En misschien ook nog wel op een andere manier met breakout rooms of wat er allemaal wel niet mogelijk is online. En aan de andere kant, we mogen weer met z'n dertigen bij elkaar komen. Dus wellicht dat we verspreid zeg maar evenementen moeten organiseren, maar dan gewoon weer face-to-face. Ik wens iedereen heel veel succes, heel veel sterkte. Blijft vooral zonnig inzien. Buiten is het fantastisch mooi weer. Dat mag gelukkig ook wat met z'n allen doen. En laten we er in ieder geval wat moois van blijven maken en elkaar blijven opzoeken. En schroom niet om steun te vragen binnen de BOV, binnen je eigen netwerk. En zorg dat je lekker blijft doorgaan zo. Heel veel succes en dank jullie wel.